Hallo beste kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van CreatorCraft. Het is de tweede aflevering van deze serie. In de eerste aflevering ben ik naar dit eiland gezwommen. Ja, ik had ook al een beetje koeien verzameld. Hier is de ingang om naar de mijn te gaan. Die heb ik 3x3 gemaakt, maar ik wil die even uitbreiden. Dat zou ik ook nog bij Minecraft naar beneden kan gaan. Ik was ook een beetje off-camera aan het vissen en toen vang ik opeens dit boek, Silk Touch. Die wil ik echt graag op mijn pickaxe zetten. Ik ga al beginnen met het begin te maken van mijn basis. Hier even een ingang maken. Dus de ingang komt dan hier zo. En ja, ik ben niet de meest beste bouwer, maar dat zijn jullie waarschijnlijk al van mij gewoon. Zo. En ik kan daar misschien nog slabs op plaatsen. Oh ja, ik ben ook al een paar keer doorgegaan. Dit ding ben ik in totaal 2 keer doorgegaan, waaronder 1 keer dat ik het gezien heb in de vorige aflevering. De allereerste aflevering die online is gekomen. Goed, dat is de ingang. Ja, ik heb het nu in plaats van 3x3, 2x3 gedaan, maar dit vind ik ook goed. Ik heb nu een flink stukje uitgemijnd. Nu moet ik denken hoe ik hier de vloer wil hebben. Ik zat te denken aan dit, maar dat ik dan dit zo maak. En even zien hoe dit eruit gaat zien. Ik moet zelf ook een beetje experimenteren. En als we dit hier ook zo doen. Wacht, ik denk dat ik dan hier gewone plankjes ga gebruiken. Wat? Oh, brandende zombie. Die moet je even dood. Dus we kunnen dit doen. Of dit. Of dit. Ik ga gaan voor het standaard oakwood. Ik denk dat dat er wel het beste bij past. Ah ja, fijn. Dat zijn dus de coördinaten voor mijn portaal. Dit mag weer even weg. En als ik dit zo doe, vind ik er best leuk uitzien. En dan de nether in. De eerste keer de nether in. Dat is ook een advancement als het goed is. Komen. Waarschijnlijk sowieso bij iemand anders zijn basis. Yep, dit is de basis van Maurice. Goed, hoe gaan we hier weg? Als we hier een portaal maken, komen we uit bij onze eigen basis. Dus hopelijk komen we in onze basis terecht.
Ja, we zijn er. Oh jee. Ik zie het. Het is helemaal niet symmetrisch. Dus... Of... Ik verschuif dit hier met één blokje, deze muur. Oftewel moet ik deze portaal nog uitbreiden. Ja, ik denk dat ik dit stukje dan deze muur met één blokje verder ga zetten. Oké, dames en heren. Hier komt hij dan, de enige echte enchantment table voor de poppenkasten. Even zien. Zo. En, oh, nu kan ik ook al Silk Touch hebben. Dan heb ik twee keer Silk Touch te doen. Oké. Efficiëntie 2. Unbreaking 2. Maar... Ik ga ook nog Silk Touch opzetten. En dan gaat de Silk Touch op de pickaxe. Nice. Ik heb al een paar diamonds gevonden. Die ik al kan hakken met deze Silk Touch. Ah, hier is het. Oké. Dit waren er dus ook vier. Bij de volgende enchantment krijg ik op mijn pickaxe. Ja, Fortune 3. Oké. Die wil ik graag hebben. Zorg dat ik zo snel mogelijk level 30 word. En dan enchanten. Ik ga even heel veel iron pickaxes maken. Ik denk dat ik er net iets te veel heb, maar ja, beter te veel als te weinig. Wegvinden. Ik kan hier al wat makkelijk quartz hakken. Oké, we zijn dus even later en ik ben level 30 geworden. Dus betekent dat we fortune kunnen krijgen op onze pickaxe. Hopelijk krijg ik nog een breaking 3 op. En efficiëntie. Ja, dat is de pickaxe die ik wou hebben. Oké, ik ben even benieuwd hoeveel diamonds ik hieruit zal krijgen. Ik gok op 13. Oh, het zijn er zelfs 2 meer. Het zijn er 15. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hebben al een klein begin gemaakt van onze basis. We zijn er net in geweest en we hebben wat geenchant. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zie ik weer terug bij de volgende video. Doei doei.